In een volgende stap in ons School Admin project zullen we de klasse Course voorzien van studiepunten, maar ook van constructors. En we zullen ook onze code refactoren, zodanig dat de initialisatiecode veel korter wordt. Dus dit wordt een goede oefening op alles wat we gezien hebben met constructors. Het eerste dat we zullen doen is een full property studiepunten voorzien. Of study points, aangezien dat deze klassen in het algemeen in het Engels staan. Dus we gaan naar Course. En hier kunnen we dus ook gebruik maken van die template eigenlijk. Prop full. Nu ik ga even controleren. Study points zal waarschijnlijk van type byte zijn. Er staat eigenlijk, ik moet dat er nog bij zetten in de code. Dus private byte study points. En ook hier study points. Dus nu hebben we onze full property. En hier is de logica weer, als we een value krijgen, dus een binnenkomende waarde die niet in orde is, dan gaat er een fout optreden. Dus dit hier gaan we vervangen. If value, dus niet if study points, maar if value is kleiner dan 1, of value is groter dan 30, want dat waren de gevraagde waarden. Ik kan natuurlijk geen vak hebben van 0 studiepunten. Dan gaan we throw new argument exception doen. Ongeldig aantal studiepunten. Dus dit is gewoon niet mogelijk. Dan moet ik hier mijn setter nog sluiten. En dan code springt weer goed. Om onze setter af te werken, moeten we dan ook nog schrijven this.studyPoint, dus met de kleine s, is gelijk aan value. En dat aantal ligt altijd tussen de 31. Volgende deel van de vraag is om een constructor te voorzien voor course, die beginwaarde voor alle properties neemt, dus dat is voor het aantal studiepunten, voor de array met studenten, en voor de titel. Dus we zullen die constructor hier onder de properties noteren. Dus dat is dan public, naam van de klasse, course. En dan voor elk van die properties iets. Dus we gaan eigenlijk dezelfde types hebben als voor de properties. String title. Students. En byte study points. Dus het is een constructor die initialiseert. Meer niet. Dan gaan we gewoon de properties hier. Dus this.title is gelijk aan title. Dus deze title hier met een kleine letter is niet dezelfde als deze title met een kleine letter. Dus eigenlijk, dit is wat we binnenkrijgen. En die title met een kleine letter is een attribuut. This.students is gelijk aan students. Dat gaat, ja, hier gaat dat eigenlijk even kijken. Juist. Dus hier mag dat eigenlijk niet, want dat is read-only. Dus hier zal ik die wel moeten met de kleine letter doen. Er is namelijk geen students met een grote letter waar we aan kunnen. Even over het hoofd gezien. En dan this study points is gelijk aan. Of daar moet ik dan wel met een hoofdletter weer werken. Want ik wil zoveel mogelijk gebruik maken van de property. Dus op zich, deze code zou net hetzelfde werken als ik overal een kleine letter had gebruikt. Maar als je een property kan gebruiken, dan is het altijd een goed idee om die te gebruiken. Waarom? Wel bijvoorbeeld omdat ik nu door hier een ongeldige waarde voor het aantal studiepunten te geven, bijvoorbeeld 70, wat te veel is, dan ga ik ook al de code voor die property gebruiken. En de code voor de property zorgt er dus voor dat er een foutmelding wordt gegeven als we buiten dat bereik gaan. Terwijl als ik hier met een kleine letter had gewerkt, dan zou dat gerust op 70 gezet worden, dus dan zou die property omzeild worden. Daarom dat we dat zo weinig mogelijk doen.
Dus zelfs binnenin een object van een bepaalde klasse heeft het zin om de properties te gebruiken eerder dan rechtstreeks met de attributen te werken. Dan is de volgende vraag om een constructor te schrijven die geen aantal studiepunten neemt, maar gewoon kiest voor 3 studiepunten, omdat dat nu eenmaal een gangbaar aantal studiepunten is. Dus dat is een tweede constructor. En we kunnen die er gewoon naast schrijven. Dus eigenlijk deze twee parameters overnemen. Maar de derde parameter, die is er niet. Zo. Dus je weet dat we hier opnieuw diezelfde code zouden kunnen overnemen. Maar we gaan dat niet doen. We gaan eigenlijk, want er staat hier dat deze hetzelfde werkt als eerder, maar gewoon het aantal studiepunten op 3 zet. Nu, je hebt hier eigenlijk een paar opties. Maar de meest logische om te doen eigenlijk is, je moet herkennen dat deze net hetzelfde doet als dit, maar het aantal studiepunten sowieso op 3 zet. Dan kan je schrijven, dubbelpunt this, dus dat is constructor chaining. En dan title students en 3. Dus hoe moet je dat lezen? Deze title is eigenlijk deze title. Deze students is eigenlijk deze students. En 3 is gewoon 3. Dus als ik zeg dat deze is, je schrijft dus ergens new course en dan ronde haakjes met 2 dingen tussen. De eerste van die dingen dat je daartussen zet, zal een titel zijn. En die titel, ja, die kan je dus eigenlijk gebruiken ook in een andere constructor. De constructor met 3 dingen tussen de haakjes. Dus dit hier verwijst naar dit hier. Ik kan hier ook andere dingen mee doen. Hè. Dus ik kan hier ook bijvoorbeeld nog iets bijplakken. Plus, uitroepteken, uitroepteken. Dus plus om strings aan elkaar te plakken. Dan wordt de titel van mijn nieuwe cursus, dan wordt die dezelfde titel die wordt meegegeven, maar met 3 uitroeptekens achter. Zoiets is mogelijk. Dus je hoeft niet altijd dingen gewoon over te nemen. Je kan daar ook berekeningen in doen. Je kan hier ook expressies schrijven met de data die je ter beschikking hebt. Maar het is dus heel logisch om constructor chaining te gebruiken om van een specifieke constructor met een aantal defaults te verwijzen naar een algemene constructor. Nu moeten we ook een constructor schrijven voor de klasse student. Met een parameter property. Dus we hebben daar leeftijd, naam en de 3 cijfers. Voor overall mark, wel, dat is een afgeleide property. Dat is niet echt een property met een achterliggend veld. Dus als we de andere dingen goed instellen, dan zal dat ook goed ingesteld zijn. Dus dat wordt geen deel van onze constructor. Dus we schrijven een student constructor. Public student. String name. Leeftijd hadden we bijgehouden als byte, denk ik. Ja. Byte age. Byte mark communication. Dus parameters voor al de properties die we kunnen instellen. Dan schrijven we hier this.name is gelijk aan name, this.age is gelijk aan age, en hetzelfde voor die andere dingen. En opnieuw, ik gebruik hier zoveel mogelijk de property eerder dan het achterliggend veld, omdat er code is bijvoorbeeld om ongeldige waarden tegen te houden. En dat zou dus ook gebeuren als ik nu mijn constructor probeer te gebruiken met ongeldige waarden. Dus dat is een groot voordeel. Zo, dus zo is mijn constructor aangepast. Dan is er nog één vraag en dat is om te refactoren. Dus refactoren betekent dat als je je code herstructureert, er eigenlijk niks verandert. Dus je gaat geen toevoeging doen.
Maar je gaat je code herstructureren zodanig dat ze beter onderhoudbaar is en dat je misschien later ook andere aanpassingen makkelijker kan doen. Hoe ziet dat er hieruit? Wel, het gebruik van die student constructor. We zijn ook verplicht trouwens, omdat we door het voorzien van die constructor onze default constructor kwijt zijn. Dus ik kan niet meer nieuw student schrijven, want ik heb maar één constructor hier en dat is geen parameterloze constructor. Dus we gaan dat refactoren. 21. Ja, dan had ik nu niet echt moeten knippen. De naam zet ik erbij. En dan de waarden, dus communicatie. Je ziet ook, Visual Studio helpt je door te zeggen wat het patroon is van de constructor, welke parameters op welke plaats komen. En dan blijft dit hier nog over. Dan moet ik even kijken. Er is blijkbaar nog ergens iets mis. Ah, ik denk, ja, de naam moest eerst komen. Dat stukje heb ik dan over het hoofd gezien. Ja. Dus dan is het op deze manier. Ik had niet goed genoeg gelezen wat er werd voorgesteld door Visual Studio en ik was alleen naar de laatste drie aan het kijken. Oké, dus nu ga ik even het filmpje knippen om de volgende twee studenten ook te doen. Zo, dat is al een heel pak cleaner. Dan ga ik dat ook aanpassen in mijn Demonstrate course. Daar is ook heel veel initialisatiecode, dus daar zie je direct het voordeel van het gebruik van zo'n constructor. Eerst werden die studenten aangemaakt, dus dat ga ik nu overnemen van hier. Die show overviews, die mogen eruit. En dan ga ik dus voor de cursus de titel en het aantal studenten meegeven. En staat er iets over het aantal studiepunten? Nee, dat staat er niet. Dan mag je dan kiezen. Dat gaan we later toch nog vastleggen. Ja, dus voor ik dit hier kan meegeven, ga ik dan moeten instellen. Dus student, dus een array van studenten, students, is gelijk aan. En dat kan ik op deze manier schrijven. Dat is de zogenaamde array literal syntax. Je hebt verschillende manieren om een array te schrijven. Eventueel moet je terugkijken naar de cursus van het eerste semester als je ze niet allemaal meer kan opsommen. Dus hier moet ik dan students meegeven. En eigenlijk, dit is voldoende, want ik heb mijn constructor met twee parameters. Ik ga ook hetzelfde doen voor programming principles. En voor webtechnology. En dus nu heb ik veel minder code dan voordien. Als ik dat uitvoer, dan zie je dat het nog altijd even goed werkt. Nu, als opdracht ga je zelf ook nog een klasse voorzien, een klasse die cursussen groepeert. Die klasse heet Study Program, dus zal een studieprogramma voorstellen. Die gaat ook een naam hebben en een array van 5 courses. Je gaat daar een constructor voor moeten voorzien. En die constructor gaat dus de naam initialiseren die je binnenkrijgt, de courses instellen, daar mag je ook een array dus aanvaarden als parameter.
En dan zal er ook een read-only property voorzien zijn. Die read-only property die gaat jou het totaal aantal studiepunten in een bepaalde cursus, in een bepaald programma liever, berekenen. Dus elke cursus heeft zijn eigen aantal studiepunten. Hier zijn er een paar voorbeelden. Wel, het totaal aantal studiepunten kan dus via een read-only property bepaald worden. Dan heb je ook een methode getOverview om dit soort overzicht te krijgen van het studieprogramma. Dus graduaat programmeren zal dan de titel zijn van het studieprogramma. Dan krijg je de titel van elke cursus, gevolgd door het aantal studiepunten in die cursus en uiteindelijk totaal en dan eigenlijk de waarde in deze read-only property.